Pico 2 is een educatieve game voor kinderen van 5 tot 8 jaar. Om ze iets aan te kunnen leren, moet je hier wel een beetje inlevende kids-seatspel gaan gebruiken natuurlijk. Het is belangrijk dat je deze doelgroep op een leuke manier dingen probeert aan te leren. Zo is het belangrijk dat je een leeromgeving in acht neemt. Door op bezoek te gaan bij een basisschool en door onderzoek te doen, zijn we tot verschillende beslissingen gekomen, zoals het implementeren van dieren. Verder moet je ook rekening houden met de positieve en negatieve kant van educatieve games. Hier hebben we behoorlijk wat boeken en websites doorgespit voor informatie. Pico 2 bestaat uit een kleine 2000 regels in de Japan-code. Het maakt aan de grafische kant sterk gebruik van JMonkey, een bekende 3D game engine onder Java. Door gebruik te maken van Java is het overal en op alle grote besturingssystemen te starten via het internet. Het enige wat belangrijk is dat er een videokaart aanwezig is die OpenGL ondersteunt. Pico slaat zijn gegevens op in de MySQL database op het internet. Deze database is via een PHP backend te raadplegen. Ook is er een PHP-gebaseerde website aanwezig, vandaar Pico 2 te starten is. Laten we eerlijk zijn, het is natuurlijk het belangrijkste dat de kinderen die het educatieve spel spelen het leuk vinden, naast dat ze er wat van leren natuurlijk. Tijdens de test die we op een basisschool hebben uitgevoerd, kregen we van de leerlingen verschillende reacties. Deze waren over het algemeen positief en de kinderen stonden ook te popelen om het spel te spelen. Hoewel ik altijd verbeterd moet blijven, is het doel om de leerlingen wat te leren over onze aarde gelukt. Daarnaast vonden ze het ook leuk, dus wat wil je nog meer?